Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, zeker een duimpje omhoog. Laat een commentaar achter beneden in de reacties. Alle sociale media linkjes en YouTube kanalen staan hier beneden in de beschrijving. Zoals jullie aan de thumbnail hebben gezien, ik heb een appje gevonden. Ik heb een app gevonden. Dit is de app waar ik het over heb. Wiz. Ik dacht, ik ga dat downloaden. Dat is een dikke scam. Dat is een app waar ze mensen mee oplichten. Allee, ik denk dat toch. Ze vragen dan dingen aan mij. Dan denk ik, ja, waarom doen ze dat? Nu, die app heeft ook normale. Je kunt daarop chatten. En je kunt naar iedereen berichten sturen. Maar normaal kunnen die... zien die berichten en bij mij kan ik die berichten niet zien en ik kan die mensen ook niet terug toevoegen. Nu, ik heb wel vandaag gezien dat ik ineens een blauw vinkje heb op de account. Super leuk. Dus zo ziet mijn account eruit met het blauwe vinkje. Dat is het eerste account waar ik een blauw vinkje op heb. Ik hoop dat ik ook nog op TikTok en op YouTube krijg en op Instagram. Maar op die app heb ik dus een blauw vinkje, wat super leuk is, dus ik hou de app ook voor met nieuwe mensen te leren kennen. Maar het blijft een speciale app. Ik zeg niet dat het een scam is, ook al staat het zo in de titel. Er zijn apps die beter zijn en leuker zijn, maar deze vind ik... voor mij mensen uit het buitenland te chatten is dan een hele vervelende app, vind ik. Maar gewoon om vrienden te maken is dat wel een superleuke app. Alleen moet je oppassen met wat je stuurt, want die mensen kunnen dat verkeerd oppakken. En dat is niet goed. Nu, dat was mijn video. Ik ga er gewoon even een video over maken. Dan weet je. Alvast bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in een volgende video. Dag!